Ik ben Peter. Ik heb een baan en een gezin. Een dochter van 6, Venna. En ik woon in de Kruikmond. Ik werk voor een goed doel. En ik wil een goede vader zijn en niet 7 dagen in de week werken. Dus ik probeer er ook thuis te zijn voor mijn dochter. Dus dat betekent dat mijn inkomen niet zo heel erg groot is. Daarnaast wil ik gewoon uit politieke motieven kraken. Ik vind het gewoon niet kunnen dat panden leeg staan en staan te verkrotten terwijl er woningnood is. Dus dan heb ik zoiets van als ik een pand kan kraken en daar op mijn manier kan leven, dan betekent dat dat ik ruimte overhoud voor andere gezinnen die op zoek zijn naar woonruimte en op de wachtlijst staan. Ik heb gewoon een baan met een inkomen, alleen mijn inkomen is niet zo heel erg. Ik wil graag heel veel tijd kunnen besteden aan zowel mijn gezin als aan heel veel vrijwilligerswerk en aan activisme. Proberen te vechten voor een betere wereld. Uh-huh. En dat betekent dat ik heel bewust de keuze maak om niet zoveel te verdienen, maar daardoor wel heel veel tijd over te houden voor mijn gezin en voor andere waardevolle dingen. En dat kan ik alleen maar op dit moment doen doordat ik niet elke maand huur op te brengen, maar kan kraken. En dat maakt voor mij die manier van leven mogelijk. We hebben een demonstratie gehouden tegen een kraakverbod met ongeveer 2000 mensen. Waaronder een kinderblok van, ik schat zeker 30 kinderen en hun ouders. Omdat er ook heel veel kinderen in kraakpanden wonen. En heel veel van die kinderen op dit moment heel veel horen over het kraakverbod en daar vragen over hebben, daar soms wakker van liggen. Dus leek het ons een goed idee om daar iets mee te doen en als kinderen en ouders mee te doen aan deze demonstratie om te laten zien dat het niet alleen maar stereotype krakers zijn die hun huis uitgezet gaan worden, maar ook heel veel gezinnen. Heel veel vrienden van mij met kinderen en ik zelf ook heb op dit moment heel veel vragen over van wat gaat er nou precies gebeuren en moeten we inderdaad vanaf 1 januari ons huis uit en wat gaan we dan doen? Het is niet zo makkelijk om hier in de Randstad zomaar even aan een nieuwe woonplek te komen voor een gezin met kinderen. Dus dat gaat nog moeilijker worden, denk ik. Nou, en dat hoor ik van veel van mijn vrienden met kinderen ook, die in kraakpanden wonen. Heel veel van die kinderen horen op school of in de krant of op het journaal, horen ze wel van alles en nog wat over kraakverbod. En ze horen de grote mensen om zich heen daarover praten. En ja, die hebben wel heel veel vragen. Zo van, moeten we opeens ons huis uit? En komt de politie hier zo meteen ons huis uitgooien? En waar moeten we dan heen? Ja, je merkt wel dat heel veel kinderen daar wel last van hebben. Daar gaan echt letterlijk wakker van liggen. Ik denk dat de indieners van deze wet dat niet helemaal doorhebben. Nou, ik hoop gewoon ten eerste dat de Eerste Kamer zijn werk doet en deze wet afwijst. Ik bedoel, die kans hebben we nog steeds, dus laten we daar vooral op hopen. En mocht kraken inderdaad verboden worden, dan moeten we eerst maar eens even gaan zien of dat ook betekent dat ze alle kraakpanden die nu al bestaan onmiddellijk gaan ontruimen. Of dat heel erg geleidelijk gebeurt en ze kraken als fenomeen zeg maar langzaam uitsterft. Laten we vooral hopen dat de Eerste Kamer zijn werk gaat doen. En laten we vooral daar heel veel druk op zetten. En duidelijk maken dat deze wet gewoon kant van wal slaat. Niet uitvoerbaar is. Het gaat de probleemkrakers, zoals zij dat zien, niet afhouden van het kraken van panden. Het gaat alleen mensen zoals mij, mensen met banen en gezinnen, afhouden van kraken. En dat betekent dat ten eerste heel veel leegstand overblijft en ten tweede er nog steeds waarschijnlijk allerlei panden gekraakt worden voor feesten en andere doeleinden. Dat betekent dat heel veel,
ik weet zo wel van vele tientallen gezinnen die dan gewoon in de problemen komen en plotsklaps op zoek moeten naar nieuwe huisvesting. En dat gaat voor veel van die gezinnen redelijk moeilijk zijn.